Dan is dit nou ook die einde. Hier op Boomplaas het ons laatste greintje vryheid verloren gegaan, broer. En Harry Smith het een prijs op jou kop gezet. Ons mens is die Drakensberge oor. Ons het ons moordkoppie gehad. Ons wenen en ons blauwkraans. Die Engels het ons achtervolg. Ons moest eerst mak maak. Toe kom annexeer hulle net. Ons het Vrystaat op pad gegee. En al wat hulle gedoen het was om hulle gesag ook oor hierdie gebied af te kondig. Waarheen nou? Waarheen anders as oor die Vaal, is al wat ek kan doen. Die trekkers daar moet by mekaar gebring word. Jy kan hulle leier word, broer Pretorius. Ek soek vrede, broer Stoffel, niks anders nie. Nou is ek soos David wat wegvlug voor Saul. Daar moet toch ergens een plek wees waar die Engelse ons nie kan bykom nie. Nee, hierdie land is onsin. Ek moet vlug vir my lewe. Maar ons moet terugkom. Een of ander tyd terug na een onafhankelike Vrystaat. En hoe dink jy gaan ons dit regkry? Nog een Boomplaas. Ek het goed geweet die oormag is groot, maar ek moes veg. Ek kon nie sommer maar net tou opgooi nie. Maar hoe dink jy gaan ons ons vryheid terugkry? Jy het gesien wat in Natal gebeur het. Die 10,000 Zulus het eenvoudig tussen ons kom woon en die Engelse kon daar niks aan doen nie. In die Vrystaat gaan het die Basutos wees. Die Engelse overheid gaan die boere nodig kry en dan gaan ek terugkom. Ek het nie soveel geloof nie. Daar sonder vermag ons niks. Die tyd loop immer voort. Ons gaan nie baie lang wag nie. Hoe lang is nie baie lang nie? Dis nie vir ons om te sê of te weet nie. 10 jaar, 20 jaar, wat maak het saak? Maar dan moet ons pad gee. Jy het my ons flussies daarin herinner dat daar een prijs op my kop is, nie. Dood beteken een mens minder as levendig. Misschien ontmoet ons weer een dag op Vrystaatse grond. Ek hoop so, broer Stoffel. Ja, hierdie keer het ons saam verloor. Volgende keer wen ons saam. Ek groet jou, my vriend. Dit was nie 10 jaar nie, ook nie 20 nie. Slechts 3 jaar later, in 1851, kon die Britse overheid net nie meer verpligtinge binnenlands aangaan nie en besluit hulle om tot vergelijk met die voortrekkers noord van die Vaalrivier te kom. Majoor Warden, die Britse resident in Bloemfontein, vrees dat Pretorius gemene saak saam met Moses teen die Engelse sou maak en nooi hom uit om te onderhandel. Die krijgsraad van die Transvaalse boere word bijeengeroep en besluit om Pretorius, commandant Gert Kruger en sy neef veldkonet Paul Kruger en ander na Sandrivier in die Vrystaat te stuur. Die perde galop weer terug oor die Vaal. Dag, commandant. Stoffel, is het toch niet jij niet? Ik heb gehoor, jy kom. Ik moest kom groet. Dus die aangenaamste verrassing van die hele rit. Gaan het goed, man? Dit moet goed gaan. Ons ontmoet mekaar weer op Vrystaatse grond, soos jy gesê. En hierdie keer vlug ek nie. Ons kom onderhandel vir die erkenning van Transvaalse onafhankelijkheid. Dis baie mense. So wat 300 Transvaalers, vol blye verwagting. En Vrystaaters ook. Ja, Vrystaaters ook, maar hulle is ontevrede. Hulle soek hulle eie onafhankelijkheid. En hulle oor, ons oor is op jou, commandant Pretorius. Wat ek julle voorstel, meneer Piet Venter, die eienaar van die plaas, en dis meneer Stoffelburger. Aangenaam, meneer Venter. Jy moet hulle saak bepleit, commandant. Natuurlijk sal ek. Maar ek het min hoop. Die Vrystaat behoort klaar in Engeland. Hulle gaan het nie so makkelijk afstaan nie. Maar ons saak vir onafhankelijkheid is net so sterk soos julle sin. Jy is nie bang nie, commandant. Harry Smith het die losprys op my kop teruggetrek. En wie onderhandel eindelijk hier namens die Engelse? 2 commissarissen. Kaptein William Hogg en een meneer Charles Owen. Is hulle daarom redelike mense? Het ook maar knap ontmoet. Maar ons kom niks bedel nie. Ons kom ys. Dit is nie ons wat sal gee nie. Hierdie keer is het Engeland. Maar vir die Vrystaat het jy min hoop. Ek sal hard pleit. Maar u verstaan my posisie. Ek verteenwoordig die Transvaalse trekkers. Maar jy weet wat ons Vrystaaters wil hê. Natuurlijk weet ek, meneer Venter. Ek sal doen wat ek kan. Goed. Ek nou gaan, maar broer Stoffel, ons moet mekaar weer sien. Ons sal een groot ding hê om voor dankbaar te wees. Tot later dan, julle. Dink neef, hy sal iets recht kry vir die Vrystaat. Nee, ek dink nie so nie. Ons kan het ook nie eindelijk van hom verwag nie. Ek weet, hy sal die saak vir die noodvrystaaters bepleit om hulle by die onderhandelings ingesluit te kry, maar die Engelse sal het nie toelaat nie, ek weet. Die Vrystaat moet onafhankelijk word, meneer Venter. En ek glo dit sal kom, gauw ook. Ek is 'n ou man vandag.
Maar ik moet wachten. Ik moet leven. En mij sterft nergens mooier als onder jouw eie vlag. Ja, ons het rede om een loflied te sing, broer Staffel. Kom, sit nader by die lig. Laat ek vir jou sê wat in die Sandrivier konvensie sal staan, wat ons morgen gaan onderteken. Ja, sit mooi naby. Vir ons twee is dit 'n intimiteit. Die Britse regering erken die onafhankelijkheid van die trekkers noord van die Vaalrivier. Dan is Straasvaal werkelijk onafhankelijk. Ja, dit is so. Maar laat ek verder lees. Die Britse regering sien af van alle bondgenootskappe met nie-blanke nasies noord van die Vaalrivier. Slavernij sal nie deur die boere toegelaat word nie. Vryheid van handel word van weerskante gewaarborg. Die Britse overheid sal die aankoop van vuurwapens en ammunisie deur die boere in Britse gebied nie bemoeilik nie en belet alle handel en ammunisie met die nie-blankes. Misdadigers sal weersyds uitgelever word. Transvaal onafhanklik. Ja, dis maar enkele van die vernaamste bepalings. Môre, die 17 Januarie 1852, sal ons het onderteken. Nou weet ek hoe jy en neef Piet Venter en die ander vrystaters voel. Maar jylle moet nie moed verloor nie. Ek het gedoen wat ek kon om jylle by die onderhandelings te betrek. Ek kon het nie recht kry nie. Maar nou dat Transvaalse onafhankelijkheid erken is, nou is dit nie meer lang wees nie. Die vrystaatsen sal toegeken word, dit weet ek. Engeland is moeg vir al die moeilikhede. Hulle kan die wereld hier nie ordentlik regeer nie, en hulle weet het. Ek hoop so. Uit die diepte van my hart hoop ek so. Ek was nie verkeerd wat Transvaal betref nie. As my lichaam nie al so swak was nie, was my geloof miskien ook groter. Maar ek sal moet hou. Soos die vader op sy verlore seun gewag het, so vryheid wag. Ons vryheidsperd sal ook weer oor ons vlaktes galop. En 2 jaar later, in februari 1854, was dit ook zo toe Brittanje met die Bloemfontein-conventie die vrijheid van die vrystaat op min of meer diezelfde voorwaardes erken het. Met die twee conventies het die voortrekkers hulle staatkundige ideaal bereik. Meneer Potgieter, vandag met ons praat. Ons het al baie gepraat in die verlede, Andries. Wat het het ons gebaat? Altijd net meer verdeeldheid. Ek weet, maar ek en jy het al by 'n lang pad geloop. Ons het dieselfde ideaal gehad, ons manier van doen het verskil. Ons het al by die verstrooides van ons volk by mekaar probeer maak. Hulle in 'n eendragtige volk probeer saambind. En altyd het ons gebots. Maar ten spyte van ons het dit gebeur. 2 maande gelede op Sandrivier het ons ons onafhanklikheid erken gekry. En vandag hier op Rustenburg het die Volksraad daardie verdrag goedgekeur. Nou mag ons twee nie meer 2 paaie loop nie. Ons het ons ideaal bereik. Dit is soos jy sê. Ons mens het mekaar lank al die hand gegee. Hulle het 1 volk geword. En ek en jy het oud geword. Ja, dis waar. Misschien het die ouder om gehelp om die berusting te bring. Maar vandag is ons paaie by mekaar. Daar is geen rede meer om onversoend verder te gaan nie. Nee, daar is nie. Jy hoef daar nou nie meer baie woorde tussen ons te wees nie. Net 'n hand van vriendskap, van broederskap. Hier is myne. Die strydbyl het stomp geword. En die jong seders onder ons volk het hoog uitgegroei. Daar is my seun, Martinus Wessel. En my seun, Piet. Hulle moet saam vorentoe waar my en jou pad ophou. Dis goed. My hand dan, neef Potgieter. Broer, Dis 'n blye dag. 'n Blye dag. Die volgende taak was om 'n eie grondwet vir elkeen van die 2 republieke op te stel. In die Vrystaat het dit gou gebeur. Maar in Transvaal was daar geen heg aan 1 geslote gemeenskap nie. Die mense het te ver uit mekaar gewoon.
Maar in 1855 het die Volksraad een commissie vir die doel aangestel en die jaar daarop was die grondwet geformuleerd. Op 16 December 1856 het een buitengewone sitting van die Volksraad in Potchefstroom die ontwerpgrondwet met kleine wijzigings goedgekeurd. Martinus Wessel Pretorius is als eerste president van de Zuid-Afrikaanse Republiek aangewezen door die Volksraad. Die grondwet bepaalt dat die Volksraad die hoogste gezag en wetgevende lichaam is. Dit zal eenmaal per jaar vergaderen. Die leden wordt voor 2 jaar door die stemgerechtere burgers gekies. Alle mannelijke blanke burgers boven die ouderdom van 16 jaar zal die stemrecht hebben. Die uitvoerende gezag bestaat uit die president, wat elke 5 jaar door die volk gekies wordt. Hij wordt bijgestaan door een uitvoerende raad, bestaande uit die commandant-generaal, een staatssecretaris en 2 andere leden door die volksraad aangewezen. Die rechterlijke macht wordt geplaatst in de handen van die hoven van landrosten, met of zonder heemraden. Die Neder-Duitse hervormde kerk wordt tot staatskerk verklaard. Slavernij wordt belet. Die pers zal vrij wees. Op 5 januari 1857 is Martinus Wessel Pretorius als eerste president te Potchefstroom ingesweer. Op die kerkplein het die optocht van ambtsbekleers na die inswering bij die 4 kleur stilgestaan wat daar die dag voor de eerste keer geëis is. Die ontwerper van die vlag, dominee Dirk van der Hof, het die rede gehou. Dit is voor mij een vreugde van die hartburgers om te zien hoe die alger bij de eerste aanschouwen van ons eigen vlag die hoofde ontbloot. Want hier die vlag is zo oneindig meer als slechts die 4-kleurige materiaal wat vandaag hier te Potchefstroom wapper. En ieder en elk zijn oog te behaag. Daar is zoveel meer wat die hart behaag. Hij hang hier boven ons tegen die Afrikaanse blauw, tegen die hemel van ons eigen vaderland, om ons in de eerste plek te herinneren aan die zwoeg en zwerven, meer dan 20 jaar lang, van hierdie onze Afrikaner mensen. Dat hangt daar, dat ons niet mag vergeten, nie, die helden levens wat opgeofferd moest worden. En hier die vlag is ingeweef, die herinnering aan gestorven leiders zoals Retief, aan die vele gestorven trekkers, aan die vele vermoorde vrouwen en jonge kinderkies en wichelingen. Daar is ingeweef die naklank van Italeni, maar ook van Bloedrivier. En die tweede plek is ingeweef ons dank voor onze uiteindelijke vrijheid in een eigen land. En die derde plek, ons vaste vertrouwen in die toekomst. Maar graag zou ik mijn aller sentimenten wou samenvat in hierdie vlaglied, waarvan ik met eerbied en trots die woorden geschreven heb. Viva de vlag, viva de vlag, door vrijheid hier geplant. Waai rond door zuidelijk Afrika, van oost tot westerstrand. Waai onbezoedeld, schoon en rein, en wapper ook op zee. Vertrouw u aan der volkeren oog, tot aan de verste ree. God zij met u, God zij met u, gij maagdelijke vlag, en met het volk dat u verkoos tot aan de jongste dag. Later zou die 4 kleur ook een Rustenburg geheist worden en in die nieuwe dorp Pretoria. Die afzijdige mensen van Leidenburg en Soutpansberg
het eindelijk ook die gezag van die republiek erken. Een groot historische mijlpaal in die geschiedenis het sy beslag gekry. Een volk is geboren. Een nieuwe vrije nationalisme deurwaai hierdie hoogland.